We staan hier op de geheime plek van de achterblijvers. Hier zijn ze ook de wagen aan het bouwen, die dadelijk meedoet met de optocht. En ik sta hier bij de voorzitter, Frank van Hees. Hoi, Frank. Hoi. Vertel eens, de achterblijvers. Die zijn er al heel lang. Die zijn er al heel lang. Wij zijn de oudste vereniging van Boksel. We staan sinds 1957. Mm-hmm. Dus nu 55 jaar, dus 5 x 11. Een dik jubileumjaar voor ons geweest dit jaar. Hebben we ook uitbundig gevierd. En ja, daarnaast zijn we ook een vrij grote vereniging. We hebben met het muziek erbij, de Duckdown Band, die zal ook wel iedereen kennen. Die is heel, een beetje gelinkt aan de achterblijvers. Wij zitten met een man of 80 bij de Komse Hoeve. En daar hebben wij onze carnaval. Door het jaar heen wat activiteiten. En jullie hebben ieder jaar een wagen? Wij hebben nagenoeg ieder jaar een wagen. Wij zijn eigenlijk als historie een echte club die altijd heel veel wagens gebouwd heeft. In vroegere tijden hebben we echt jaren achtereen de eerste prijzen weggekaapt. Ons seizoen begint zeg maar 1 oktober. Ja. Dat stopt na half vastebal en dan hebben we vakantie. En dan 1 oktober ergens rond de Waggelwedkamp. Dan gaan we samenkomen. Dan hebben we onze eerste ledenvergadering en bestuursvergadering natuurlijk. Tijdens die vergaderingen komt er wel een idee bovenborrelen. En dan hebben we altijd een wagencommissie die dat verder uitwerkt en waar zich mensen voor opgeven. En die dan ook per tourbeurt komen. Meestal is op zaterdag is het druk. En door de week bouwen er elke dag wel mensen die gewoon niet meer hoeven te werken of en die het leuk vinden. Ja, leuk. En daar komt eigenlijk neer op dat er door de week een man of 3-4 is. Mm-hmm. En zaterdags wat meer. Ja. Want als je nou het onderwerp hebben jullie nou. En dan beginnen jullie van daaruit gaan jullie. Ja, ik heb, hoe gaat dat dan? Gaan jullie met tekenen, beginnen tekeningen maken? Of heel sumier. Ik heb een schetsje gemaakt. Ik had zelf het idee. Een beetje uitgewerkt en een klein schetsje gemaakt van daar zetten we zo'n pop neer, daar doen we dat, daar doen we dat. Dan staat de wagen vol en dan hebben we in ieder geval, dan beeldt het idee goed uit. Mm-hmm. En regelmatig breng ik wat kopietjes mee, dat is nu ook hoe ze in de kop moeten maken. En, ja, leuk. En dat wordt dan wordt dadelijk besproken. En dan gaan we wat dingen veranderen en daarna, laten we bij het begin beginnen. We hebben een idee. We weten de afmetingen van onze wagen, dus we kijken naar de hoogte en de breedte waar we kunnen maken. Mm-hmm. We moeten hem opvullen, dan gaan we geraamtes in elkaar lassen en dan gaat er de vorm aan met wat betonijzer, daar gaat gaas omheen. Dan gaan we plakken, zoals jullie zien zijn we nu aan het plakken. Hebben jullie ook eerst kranten gehaald, of de ronde gedaan? Nee, wij zijn in het gelukkige bezit van een drukker die over ons papier verzorgt, ja. Dus wij hoeven niet kranten te besparen. Ja. We kunnen gewoon met A4'tjes beginnen. Ja. En als dat gebeurd is, zeg maar het plakken, dan hebben we ook wel mensen ingangen bij schildersbedrijven waar we restjes verf kunnen krijgen. En waar we niet, de kleur die we niet hebben, kopen we zelf. En dan gaan we wat schilderen. Ja, want hebben jullie sponsors? Nee, we hebben eigenlijk geen sponsors. Wat is dit jaar het onderwerp? Dit jaar is het onderwerp dat burgemeester Van Beers, was eerst burgemeester, zoals ik al zei, en die is nu naar cello gegaan. Dus we hebben gezegd, burgemeester Van Beers is burgemeester die speelt eerst de viool. Dus we maken een beer met een viool en aan de andere kant staat een beer met een cello. Dus, en we hebben het als thema, zeg maar, in het midden hebben we een eend van eende gehad. Dus ook al speelt Van Beers niet meer eerst de viool, maar nu tegenwoordig cello, blijft de muziek toch wel in de gat hangen. Daaromtrent. Oké, okay, ja. Blijft in de gasmuziek toch wel draaien. Daar moeten we de titel heb ik nog niet helemaal, maar, maar daar komt de strekking. Ja, leuk. Dus, ja. Weet je nou van elkaar, van al die verenigingen, wat het thema van iedereen is? Of, nee. Het is al echt allemaal geheim. Ja, het is, ik denk dat het ook het leukste is om dat pas op de dag van de optocht zelf te zien van wat er iedereen van gemaakt heeft. Ik denk dat iedereen zijn idee goed vindt en dat ze allemaal proberen zo ludiek mogelijk te brengen. Ik vind het ook heel leuk dat er nog steeds de juryprijs voor het beste idee. Daar moet er ook in blijven, denk ik. En voor de rest zien we het wel. Ja. Iedereen maakt wat hij denkt dat leuk is. En aan het eind van de rit hebben we hopelijk een mooie grote indertrek. Ja, leuk. Dat is toch eigenlijk de grootste drijfveer. Hè? Ja, want dat was mijn volgende vraag. Van, hoe komt het nou dat jullie ieder jaar zo gedreven zijn om hier maanden in de kou te staan? Ja. Want nou valt het nog mee buiten, hè? Ik hoorde net dat jullie ooit met min 10 hier hebben gestaan. Ja.
En dan zo één keer per jaar eventjes een uurtje in zo'n optocht rond wakkelen. Dan kan ik je wel vertellen. Ik denk dat als je aan iedereen die hier nu is vraagt van hoe kun je het best naar carnaval toe leven? Hoe krijg je de feeststemming te pakken? Dan is het gewoon door met z'n allen iets te maken waar je uit kunt dragen in de grote eendentrek. En dat is gewoon gezelligheid ten top. En er is niet altijd koffie, er is niet altijd bier. We drinken best wel eens iets samen, maar het is gewoon de onderlinge dingetjes die je samen doet. Ja. En het eindresultaat zien groeien, dat is gewoon het mooiste om naar carnaval toe te leven. Je bent dan zeg maar van november tot of eind oktober bezig tot wanneer het carnaval is. Ja. Dit jaar is vroeg, dus we moeten wat doorwerken. Maar, je bent een paar maanden bezig en de meeste mensen die zien het toch wel als een heel leuk tijdverdrijf. En ja, dan komen we natuurlijk anekdotes op tafel van, weet je nog, van toen. Het blijft altijd leuk. Ja, ik zie hier nou een stel van die stoere mannen die allemaal hard aan het plakken zijn. Mm-hmm. Zijn er ook vrouwen die aan het plakken zijn met jullie? En aan het bouwen zijn aan zo'n wagen? Of zijn bijna elk jaar hebben we, wij hebben structureel ledenvergaderingen door het carnavalseizoen heen, zeg maar. Ja. En op het moment dat er dus heel veel plakwerk is of schotten die geschilderd moeten worden, dan vragen we altijd van, zijn er zo'n vrouwen die op zaterdag willen komen? En die komen dan ook altijd trouw mee. Ja. Sommige zaterdagen zijn hier druk bevolkt. Ja, dus, leuk. Ja. Leuk. Ja. Goed, dankjewel voor het gesprek. Oké. Okay. We gaan even rondlezen. Ja. Dankjewel. Ja.